Eerst bij de Lush, dan bij NYX. Wallet. Goedemorgen, ik zie er echt verouderd uit. Het is echt zo mooi. Ik ga deze denk ik vanavond omhouden. Ik vind hem echt super, super nice. Oh, wie heeft het allemaal zo mooi ingepakt? Eerst van de Hunkemuller. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En het is vandaag niet maandag, het is namelijk zaterdag. En ik ben in mijn party outfit. Don't worry, ik ga niet zo naar mijn werk toe. Maar ik heb even iets heel leuks tussendoor. Ik heb namelijk een superleuk sieraden pakketje binnengekregen van Anne Louise. En dit zijn echt super mooie sieraden. En ik moest dit gewoon meteen met jullie delen. Ik was net de video aan het editen. Ik had echt een kut intro. Terwijl ik fucking brak in de trein zat. En ik kon niks van verstaan. Ik dacht, ik film het gewoon even opnieuw. En dan doe ik gewoon even meteen met deze intro. Array en alles. En de unboxing. En ik weet niet of het helemaal duidelijk is. Maar dat is in ieder geval het idee. Waarom ik zo enthousiast over dit pakketje was, is omdat ik gewoon het merk echt super top vind. Het heet Anne Louise of Anne Louise. Ik weet niet helemaal precies hoe het uitspreekt, maar het is dus een webshop, sieraden webshop. En ze hebben echt super mooie sieraden. En het fijne aan deze sieraden is dat ze zijn wat aan de duurdere kant. Alleen, je betaalt wel gewoon echt voor kwaliteit. Je hebt bijvoorbeeld Louis Vuitton sieraden. Super duur. En eigenlijk zijn deze sieraden van dezelfde leverancier. Alleen een stukje goedkoper. Omdat ze geen merk eraan hebben hangen. Dus stel je bent echt op zoek naar bijvoorbeeld een keer echt een mooie armband. Of een mooie ketting. Langer wat aan hebt. Gewoon jaren mee kan doen. Wat niet gaat verroesten en zo. Want ik heb hier bijvoorbeeld een super leuk kettingje van My Jewelry. En dat is zo. En hij hoort dus goud te zijn. Deze hoort dus goud te zijn. Maar hij is echt al helemaal verroest. Helemaal verroest. En ja, ik vind het gewoon zo zonde. Weet je wel, het is. Dus ik heb de laatste tijd dat ik meer dan gewoon wat liever betaal voor wat. Ja, gewoon wat voor betere kwaliteit, weet je wel. En dat is gewoon echt waarom dit merk me gewoon zo aansprak. En dat vond ik gewoon ook gewoon super leuk dat ze dit er allemaal bij vertelden en zo. Ander heel mooi ding aan het merk is dat al hun producten zijn namelijk 100% gerecycled goud. En veel bedrijven vertellen niet waar hun goud vandaan komt. Oké, ik denk dat ik er nu wel genoeg over heb verteld. Voor als je het afvroeg, ik film nu met mijn nieuwe vlogcamera. Dit ga je allemaal zien in de vlog als je denkt, wow, wat is toch eens mooie kwaliteit. Dit komt omdat ik een nieuwe vlogcamera heb. Het is zo nice. DHL, oké. Tadaam. Cute. Verder heb ik natuurlijk iets voor jullie geregeld. Want deze sieraden zijn wat aan de duurdere kant. Maar met mijn korting. Sarah, hoofdletter V. 10 krijg je namelijk 10% korting. En 10% korting is niet heel veel. Maar op duurdere producten is 10% korting natuurlijk veel meer. Als op een product van 8 euro. Check de link hier onderaan in de beschrijving. En staat helemaal bovenaan. Oh, dit is zo cute. Dit ook een super schattig kaartje aan. Met een boodschap erop. Oh my god, wauw. Het is echt een hele mooie ketting. Het staat niet helemaal bij deze top. Dat is een beetje stom. Echt een super mooie ketting. Gewoon losdragen. Je kan deze natuurlijk losdragen. Maar je kan ze natuurlijk ook bij elkaar dragen. Ze zijn gewoon heel simpel, minimalistisch. Maar echt super mooi. Love it echt so much. Oké, ik heb ze om. Ze zijn echt super mooi. Ik heb ze om. Ze zijn echt super mooi. Ik ben er echt heel erg blij mee. Wauw. Oké, dan zit er in dit zakje nog één. Oh, er zit ook een doekje bij om sieraden schoon te houden. Dat is ook fijn. Oh, wauw. Deze ketting zit erin. Super nice. Deze is ook echt heel leuk hierbij. Oké, ik heb de tweede ketting ook om. Deze is echt super leuk
om met elkaar te combineren. Ik zal deze even afdoen. Oké, en dit is de andere ketting alleen. Ik vind hem echt super nice. Kijk, zo super mooi. I love it so much. En kijk, besef hoe mooi goud deze zijn vergeleken met deze verroeste ketting. Oké, dat was het eerste zakje. Dan heb ik deze. Dit is een armband. Oh ja, deze is zo mooi. Deze is echt heel mooi. Dit hier zit blauw in gevlochten of in geweven. I don't know hoe je dat noemt. Deze moet je dus zeg maar twee keer zo omslaan. Hoe super mooi deze armband is. En dan staat hier zo. En Louise. Het is echt zo mooi. Ik ga deze denk vanavond omhouden. Ik vind hem echt super super nice. Oké, en dan in het laatste zakje hebben we nog een doekje. Dit is echt super handig doekje. Kan je bril mee schoonmaken, sieraden en dan worden ze weer mooi. Oh, hebben we nog een armband. Wauw, deze zijn ook echt heel leuk te combineren samen. Maar besef hoe mooi dit is. Dit is echt super mooi. Ik heb het tweede armbandje ook om. Deze is ook echt super. Super mooi. Hij zit een beetje los nu, maar hij kan. Ik ga deze armbanden denk ik vanavond omhouden, want wauw, ik ben er echt verliefd op. Oké, nou ja, in ieder geval, dit was dus even snel de unboxing tussendoor. Dus voor 10% korting, Sarah V10. Link staat in de beschrijving. En ja, ik zou het echt super leuk vinden. Ja, ik ben er echt super enthousiast over, vooral gewoon naar hun duurzaamheid en gewoon hun kwaliteit en prijs. En prijs en kwaliteit verhouding. Dus ben je naar zoiets op zoek, is dit echt de perfecte webshop. En krijg je natuurlijk korting van mij. Maar ja, in ieder geval, ik zat naar mezelf te kijken. Het spijt me. Ik moet nog een beetje leren. Maar dit was even de korte de break. Nu gaan we door naar de echte vlog. Goedemorgen allemaal. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik ben echt dood van vorige week. Als je weet waarom, kijk de vlog. Want my god. Ja, ik ben nu onderweg naar stage. Het is inmiddels avond. Ik heb echt de hele dag niet gevlogd. Maar ik ben echt super moe. Ik heb afgelopen nacht gewoon niet kunnen slapen. Gewoon, ik lag alleen maar wakker. En vandaag was ik alleen maar moe. En ik heb natuurlijk gewoon stage gelopen. Ik weet niet, ik had niet echt heel erg mijn dag of zo. Dus mag, het kan. Maakt allemaal niet uit. Maar daardoor heb ik eigenlijk niet gevlamd. Ik ben even gewoon een filmpje aan het kijken. Ik ga zo slapen. En dan moet ik morgen natuurlijk weer stage lopen. Dus ja, alvast good night. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik zie er niet uit. Ik ben onderweg naar stage. Ik ben nu aan het lopen. Ik ben er bijna. Maar ik had vanochtend niet helemaal te vloggen. Want ik was aan het haasten. En ik had geen tijd. As always. Stage dag zit er weer op. Ik weet niet, volgens mij heb ik vandaag niet gefilmd op stage. Ik weet niet, volgens mij niet. Maar ik was gewoon druk bezig. Ik ga in ieder geval nu naar huis. Ik heb honger, dus goed. Het is inmiddels avond. En ik had vanavond een herdenking van mijn opa. Die is namelijk afgelopen jaar in maart overleden. En ja, hier was een herdenking van. En ik ben er inmiddels van thuis. En vanmiddag stond een nieuwe vlog online. Als je hem nog niet hebt gezien, check it out. En er werd dus gecomment of ik vlogmas ga doen. Maar in ieder geval met vlogmas ga je gewoon de hele maand december tot aan kerst elke dag vloggen. En in plaats van weekvlogs dus. En het lijkt me echt super leuk om te doen. Het lijkt me echt oprecht heel leuk om te doen. Alleen weet ik niet of ik elke dag, ja, een leuk genoeg dag daarvoor heb. Aan de andere kant ga je natuurlijk wel meer filmen. Omdat je gewoon meer wil filmen. Maar ik zit 5 dagen in de week op stage. Het lijkt me echt heel leuk om te doen. Maar ja, ik weet niet, ja, of jullie dat leuk zouden vinden. Dus zet hier beneden in de comments of je dat wil of niet. Zet het er alsjeblieft in als je het wil, want dan ga ik het gewoon echt doen. Als veel mensen zeggen van, lijkt me echt leuk, ga ik het doen. Maar ja, als ik elke dag video ga plaatsen, dan gaat het echt heel veel werk kosten. Dan gaat echt heel veel tijd kosten. En ik heb niet veel tijd, omdat ik natuurlijk voor stage moet lopen. Maar als mensen het echt graag willen, ga ik het sowieso doen. Ga ik het echt sowieso doen.
Maar als iedereen heeft van, nou ja, hoeft mij niet. Dan ga ik het natuurlijk niet doen. Dus laat even weten in de comments. Ik ben echt super benieuwd. Dus het lijkt me echt super leuk hoor. Maar ja, ik weet niet wat jullie ervan vinden. Hey, ik had het er net over of jullie het leuk zullen vinden om een vlog misschien doen. Toen besefte ik me dat aankomende zondag 1 december is. Dus vlogmas dus begint. Dus het heeft geen zin als deze video online is. Zou ik dus al begonnen met zijn. Dus ik heb het net eventjes in mijn verhaal geplaatst op Instagram. Dit is Sarah Voort. Dus wil je dit soort updates bijvoorbeeld niet missen, vergeet me dan niet te volgen op Instagram. Ik ga even afwachten wat mijn Insta-story. Ik heb een poll geplaatst wat eruit komt. En ja, als ik gewoon heel veel mensen zeg van, yo, dit is fucking leuk, ga ik het natuurlijk gewoon doen. Ik was online aan het shoppen en toen raakte ik hier helemaal eraf geleid. Het is ook alweer, oh kut, het is alweer kort over 12. Het is alweer kort over 11. Ik ga helemaal niet online shoppen, ik moet gewoon slapen. Ik heb echt super leuke schoenen gezien en ik moet ze echt bestellen nu. Die zijn echt geweldig. Ik ga ze gewoon bestellen denk ik hoor. Kijk, je hebt ze ook in het wit. Maar dat vind ik minder. Ik vind zwart gewoon echt leuk. En zijn €65. Door de Black Friday gaat er 30% af. Goedemorgen. Ik zie er echt veroverleden uit. Ik ben echt zo moe. Dat is echt niet normaal. Oh, ik heb echt geen zin om op te maken. Maar ja. We gaan wel doen. Want anders zie ik er helemaal niet uit. Ik ga maar denk de start doen, dat is gewoon makkelijkst. Ik kreeg trouwens heel veel de vraag waar dit jasje ook van houden, maar ik dacht dat ik het had gezegd, maar deze kwam ook van Shein. Sorry, ik kon echt niet praten, dus laat echt merken. Maar ik ben echt geen ochtendmens. Dat is niet normaal. Terwijl het nu 8 uur is, dus dat is op zich best normaal, maar niet voor mij. Ik ga snel even make-up opdoen, want dit kan echt niet. Oh, elke keer zeg ik ja, vanavond ga ik echt op tijd naar bed. Ik ga nooit op tijd naar bed. Ik lig elke keer 12 uur. Gisteren lag ik pas 1 uur te slapen. Ja, dan ben je gewoon echt om begon. Maar in de avond ben ik gewoon niet moe. Het is echt heel raar, maar het is echt heel raar. Maar nu lijkt ik echt gewoon een fucking zombie of... Ik wil niet eens weten waar ik ben. Ik weet niet eens hoe ik dit stukje in de vlog ga doen. Want als ik echt heel lelijk ben, dan ga ik het niet doen. Maar mijn ogen vallen dicht. Ik denk echt. Ik vraag me af, ben ik de enige met deze struggle? Weet je wel, dat je een ochtend zo moe bent. Dan denk je echt, nou, vanaf ga ik echt op tijd slapen. En dan is het avond. En dan ben je opeens spring levend wakker. Sowieso moet je echt niet tegen mij praten in de ochtend. Als mijn ouders echt iets tegen mij zeggen, dan word ik echt fucking chagrijnig. Hup, snel die wallen wegwerken, want dit is echt niet normaal. Dan zie ik er meteen al 20 keer beter uit. Kijk, dat scheelt zoveel. Het is trouwens echt een super chille concealer. Van Catrice. En hij was echt 3-4 euro. Het is inmiddels 2:45. Ik ben al een tijdje op stage met Samantha. En ja, ik denk dat ik vlogmas ga doen. Ik heb namelijk al een hele planning gemaakt.
dat wat ik elke dag een beetje kan gaan doen. Dat het niet hele saaie vlogs worden. Want zoals ik al zei, heb ik dus gewoon stage. En kan ik niet de hele dag leuke kerstdingetjes gaan doen. Maar ja, het lijkt me wel gewoon heel leuk. En bijvoorbeeld nu in een week vlog pak ik gewoon minstens naar mijn camera. Omdat ik dan weet, oh, ik krijg veel te veel edit materiaal. Maar dan moet ik gewoon vaker de camera pakken. Nee, is niet erg. Maar ik kan het even suggesties vragen. Ja, van precies. Ja. Ik heb dan hier een planning. Met wat me leuk lijkt. Maar als jullie suggesties hebben wat jullie leuk vinden om te zien. Of ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven dat ik bijvoorbeeld elke zaterdag een bakvideo ga doen. Dus in mijn vlog gewoon iets ga bakken. En dan heb ik natuurlijk de vlog ook alweer wat opgevuld. Dus zijn er nog dingen wat jullie willen zien of leuke suggesties, laat vooral weten. Ik heb net de intro gemaakt. Die kan ik wel laten zien. Want... ja. Oké, ik doe de intro nu erin. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat vind ik altijd lekker. Oké, maar er staan echt 1000 dingen open. Maar ja, ik... ik heb nu lekker een koffietje. Oké, ik ben thuis en ik heb lekker eten. Ik heb lekker noedels met kip en groenten. En ik ben lekker aan Netflixen. Ik heb echt fucking veel honger. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En het is weer tijd voor stage. Zoals je hoort, regent het echt super hard. En ik word lekker gepakt door de bus. Thank God, want ik echt niet... en het weer fietsen. Ik heb echt de simpelste outfit ever aan. Leuker deze trui. En een flare jeans. Because why not? Ja, ik ga even mijn spullen pakken en dan ga ik. Jongens, het is echt lekker weer. Zet wel een paraplu. We zijn ook super laat. We zijn zo laat, want oh mijn god, alles stond vast. En treinvertraging en stond die stil. Wat een gezeik, maar we zijn samen te laat, dus whatever. Oké, het is inmiddels een tijdje verder. We hebben lekker warme chocolademelk met sletje erom. En ik zit te twijfelen om iets te bestellen, want het is echt, echt heel goedkoop. En echt top. Love them. €31. This dress. Voor gala. €7. €7. Oh, besef. Kijk. Ik ben zo van bestellen de laatste tijd. Dat is echt niet meer gezond. Het is kerstseizoen dus. Kijk, this dress. Look at this dress. En is hij zo. Ik vind hem echt mooi. Oké, ik ben klaar met werk. Ik zie er echt niet meer uit. Maar ik ga nu even de stad in. Want ik ga zaterdag in Lisbonbo kerst Sinterkerst vieren. Dus gaan ik nu even de stad in. En allemaal cadeautjes kopen. En ik ga ook even snel wat eten. Maar ik weet echt niet wat. Maar ik denk dat het Mackie wordt. Oké, ik ben nu in de stad. En ben even dingen aan het kopen. Maar ik moet cadeautjes kopen. Ik vind het zo lastig. Want ik weet gewoon niet wat ze leuk vinden. En ja, ik weet wat ze leuk vinden. Maar waar ze wat aan hebben. Ik zit in de trein. Ik zie er echt niet uit. Zeg maar helemaal. En helemaal dood. Van al die tassen tillen. En... ik werk meteen door en het is echt heavy shit. Shop is echt zwaar hoor. Maar ja, ik heb alles. Ik kan het op dit tijd wel laten zien. Want ik heb deze zaterdag al. Zeg maar, ga ik het al geven. Dus als deze vlog online komt, dan ga ik het al geven. Dat is wel leuk. Dan kan ik het wel even alles laten zien. Zo'n nekpijn. Het is echt niet normaal. Oké, for some reason ben ik echt een beetje rood, want ik kom net uit bad. Het is gewoon warm. Maar ik ging nog eventjes laten zien. Ik ga nog even laten zien wat ik allemaal gekocht heb vandaag. Want ja, dat kan ik gewoon laten zien, want ik ga deze in deze week vlog vergeven. Dus als het online komt, maakt niet uit. Wat ze hebben toch al gekregen. Eerst bij de Lush. Dit ruikt zo lekker. Maar ik ga het niet uitpakken, want het zit helemaal ingepakt. Maar het is een Rudolf. Het is een Rudolf Bath Bomb. Dus het ziet eruit als een... noem dat rendier?
rendier volgens mij. Maar ja, dus Leus, twee bad bombs voor allebei één. Dus wel één en voor Bo één dezelfde. Dan bij NYX heb ik een lipgloss gekocht. Maar die zit ook ingepakt. En dit is zeg maar zo'n plumping lipgloss. Doorzichtig. En deze heb ik voor Bo. Maar ja, dit is echt altijd goed. Dit, ja, dit is altijd gewoon goed. Dan heb ik ook voor Bo. Ze willen heel graag een telefoonhoesje. Dus heb ik dit telefoonhoesje. Met allemaal glitters en sparkles. Superleuk. Telefoonhoesje van de Pool & Bear. Deze vind ik wel leuk. Gewoon ook voor de feestdagen en zo. Is die gewoon leuk. En verder was dan zeg maar een verlangen lijstje gemaakt. Wilde Bo kerstlichtjes. Dus ik heb hier gewoon een 2 meter lang en kerstlichtjes. Dat is cute. Het waren eigenlijk Boa cadeautjes. Cadeautjes rond de 20 euro afgesproken. Dus per persoon 20 euro. Voor Isabel heb ik iets bij de Douglas gekocht. En oh, hier zitten allemaal bonnetjes in. Dat is even klaren. En hier heb ik van Too Faced. Primer en zo'n mini primer met een mini mascara, Better Than Sex mascara. En die is echt top volgens mij. Dus ja, die heb ik voor haar gekocht. Want die wilde ze, die had ze op het verlanglijstje. En ze hebben er ook de structuur bij gegeven. En dan heb ik dus voor Isabel dat. En dat was een wat duurder cadeautje. Dan heb ik die bath bomb. En heb ik voor Isabel dit. Want ze gaat verhuizen. En ze wil dan ook dingen voor in een nieuwe kamer. Dus heb ik deze. En dit is een lamp en een pot. En we zagen dus pas zoiets hangen. En toen zei Isabel van, oh, dat vind ik echt leuk. En toen zag ik dit hangen. En toen dacht ik echt van, wow, dit is echt leuk. Dus deze kan je ophangen. Super cute. En dit is ook een lamp. Maar ik heb eigenlijk helemaal niet naar gekeken hoe die lamp werkt. Kijk of ik batterijen heb. Dan kan ik er alvast 2 in doen. Wacht, ik ga heel even kijken of ik batterijen heb. Oké, ik heb batterijen gevonden. Kijk! Oh, dit is echt heel leuk. Oh, het is wel leuk dat ik batterijen heb, want dan kan ik maar meteen laten zien dat hij ook werkt. How cute is this? Dit is echt heel leuk. Wacht, je moet het echt even beter zo. Kijk! How cute. Oké, love it. Heb ik voor mezelf onder de boom een cadeautje gekocht. En dit was echt een paar euro. En dat zag ik liggen. En dit zijn van die ijzeren rietjes. Maar mijn moeder wilde deze ook. Dus ik dacht, ik leg dit gewoon onder de boom voor ons allemaal. Ik hoop niet dat mijn ouders dit zien. Want dan weten ze wat er onder de boom ligt. Haha. Maar ja. Dit was echt 2 euro. Bij de Xenos 2 euro. Voor 8 stuks. Om 2 van die schoonmaakdingen. Dan als laatst heb ik dit gekocht. En dit is zo'n gingerbread made, self-made kit ding. Ik ga dus zo'n gingerbread house mee maken. En dit wil ik gaan gebruiken voor vlogmas. Dat ik in 1 dag kan gaan doen. Gewoon leuk, gezellig. En dan ondertussen een Q&A of zo. Trouwens, ondertussen een weinigje. Want we varen hem ook niet. En ze zag het liggen en dacht, het is echt super leuk om het in mijn vlog met te doen. Ja, dat was het. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Het is alweer vrijdag. Het gaat zo snel. Ik ben onderweg aan het lopen naar mijn werk. En eindelijk zal deze week het OV een kaartje mee. Ik heb namelijk alleen maar vertraging en gezeik gehad. Maar nu niet. Het is helemaal top. Lekker op tijd. En het is best wel lekker weer. Dus goeiedag. Boodschap aan het doen. Voor de lunch. Boodschapjes. Men can't do this. Ja, dat is heel grappig. Mannen kunnen wat niet? Dit niet. Ik heb het net geprobeerd. Ik kan het niet. Ja, dat. Hij kan het niet optillen. Ik kan het niet. Maar hoezo kan je niet omhoog? Ik weet het niet. Maar wat is de ding hierachter? Ik kan het toch omhoog? Hoezo kan je niet omhoog? Ik weet het niet. Someone please explain. Ik snap er niks van. Nee, ik moet echt even een stap voor doen of zo. En dan gaat het maar. Anders gaat het niet. That's so weird.
Oké, jongens, ik zit een beetje in een struggle, want het is natuurlijk Black Friday. En dit is zeg maar nu deze vlogcamera. Is in de korting. En ik zit erover te twijfelen om het te gaan kopen. Ik vind het echt heel veel geld, maar het is echt top. Het zou echt fucking chill zijn. En weet je, het is wel gewoon een investering. Niet in kleding of zo. Het is echt in iets goeds. Oké, ik ben inmiddels klaar met werk. Ik ben op Schiphol, ben hier naar de bus aan het lopen. En ik had zoveel honger dat ik een zak chips heb gehaald. En dat is echt erg. Maar ik heb nog niet avond gegeten en ik ben nog lang niet thuis. En ik moet heel lang wachten op de bus. Fuck my life. Maar in ieder geval, ja. Ik moet echt lang wachten op de bus. 20 minuten of zo. Daar geen zin in. Maar ja, thuis ga ik lekker chillen. Oké, ik ben thuis. Finally, het is 8 uur. Ik heb zoveel honger. Ik ga pizza eten. Ik ga hem nu meteen in de oven doen. En ik weet niet of ik het nou al gezegd had in de vlog. Volgens mij wel. Ik ga even terugkijken, wacht. Oké, ja, sorry. Ik had het dus wel al gezegd. Maar het is over die vlogcamera. Ik heb hem nog niet gekocht. Maar ik wil het wel echt gaan doen. Maar ik vind, ik weet niet. Het is toch wel gewoon bijna €500. En hallo, ik ben ook gewoon maar student. Ik heb echt niet al het geld van de wereld. God, yes. Ik heb eindelijk mijn pizza. Super lekker. Maar ik ga dit lekker opeten met de serie. En ik ben op het moment de serie Bad Moms. Bad Moms? Work Moms aan het kijken. Het is echt hilarisch. Echt gewoon leuk, even makkelijk wegkijkserietje. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Vandaag komt mijn vlogcamera binnen, dus ik kan er niet op wachten. Ik hoop echt dat hij zo meteen binnenkomt. Wat is er? In ieder geval, ik hoop echt... Oh, ik zie er echt... Er komt net een douche vandaan en... Oh mijn god. Ik ga zo meteen even boodschappen doen, want ik heb vanavond de Sinterkers met Isabel en Bo. Heb ik een cadeautje voor elkaar gekocht. Heb ik al heel laten zien. En het is dus vanavond en dan gaan we lekker drinken. Dus ik ga even... iets halen om misschien een iets lekker drankje van te maken. Dan ga ik vanavond gaan we uit in Amsterdam naar Superclub. Super veel zin in. Maar ja, ik heb nu even een koffietje. En mijn broer, die is hier nu, want ze zijn aan het verhuizen. Dus het is echt helemaal chaos hier in huis. Oké, het is inmiddels tijd verder. En het is 4:30. En mijn pakket is nog steeds niet binnen. En het zou dus 1:15 en 2:15, 3:15 binnenkomen. Maar hij is er gewoon nog steeds niet. Ik zit echt weer te wachten tot mijn pakketje binnenkomt. Normaal heb ik dit wel met pakketjes. Maar weet je, dit is gewoon echt een beetje op mijn vlogcamera. Dit wil ik gewoon nu hebben. Ik heb gewoon een fles vodka gehaald. Gewoon even een kleine. Dan heb ik ginger ale gehad. Dat zit in de koelkast. En dan heb ik lekker met munt. En limoen. Super lekker. Een soort ja, ginger ale cocktailachtig. Super lekker. Ik moet nog video editen. Ik moet eigenlijk nog een andere video opnemen. Maar dat wil ik dus met mijn vlogcamera gaan doen. En ja, ik moet me dan gaan klaarmaken voor vanavond. Op gaan maken haar. Ik ga mijn haar funnen. Dat ga ik even doen. Ik weet trouwens echt niet wat de fuck ik de laatste tijd heb. Maar ik wacht ook nog op een Daily Paper pakketje. Heb ik een shirt besteld. En op Shein heb ik dus nog besteld. Dat is echt... heel erg. Ik ben alleen maar aan het bestellen de laatste tijd. Het is echt niet normaal. Maar ik moet hierna verkappen, want ik heb helemaal niet eens een baan. Dus ik heb even mijn haar gefund. En ik vind het altijd zo mooi zitten als het gefund. Het kost gewoon heel veel tijd. En die tijd heb ik echt niet elke dag. Maar in ieder geval, nu zit het top voor vanavond. Oh my god. Hey. Oké, jongens. Ik filmde net dat ik mijn pakketje binnen heb. En ik heb hem binnen. Maar ik ging hem unboxen, maar... ik weer met mijn stomme hoofd zit mijn adres te laten zien. Want dat vergeet ik dus de hele tijd. Maar dit is in ieder geval. Oh mijn god. Ik heb hem gewoon hoor. Ik snap er niks van. Oké, ik film nu. Mijn vlogcamera. En hier film ik met mijn telefoon. Zo ziet het er dus normaal uit als ik film hier zo.
Dit is echt even heel anders hoor, want ik ben echt geen vlogcamera gewend. Ik heb dus ook geen idee of ik nu scherp ben of niet, want ik heb mijn bril niet op, dus ik kan echt niks zien. Oké, ik moet even deze camera gaan ondervinden. Omdat ik zo doe, film ik tussen mezelf. Oh, dit is kut. Ik ga echt sowieso alleen maar naar mezelf kijken in het schermpje erboven. Nee, dat gaan we moeten dus echt gaan afleren. Oké, ik film nu op mijn vlogcamera. Het is inmiddels een tijdje verder. Ik heb hem helemaal opgemaakt. Oh, trouwens, nee, ik moet nog even een beetje soort boven mijn ogen weghalen van... ik ga de hele tijd naar mezelf kijken, oké. Van mascara op. Ik zal even mijn outfit laten zien. En dan moet ik even de cadeautjes nog snel inpakken. Maar de helft is al ingepakt. En dan ga ik om 7 uur naar Bo toe. Hebben we allemaal lekkere hapjes. En weet ik het allemaal. Het wordt super gezellig. En ja, ik laat wel even mijn outfit zien. Nou ja, in ieder geval dit topje dus. Deze broek. En dan heb ik hier een panty onder. Want ik anders heb het koud. Maar ik heb toch hoge laars aan. Dus dat zie je waarschijnlijk niet. En ik ga deze tas erbij aandoen. Deze tas. Die ik nieuw heb. Love it, maar ik ga hem denk aan deze kant doen. Ik ga hem zo doen. Ja. En ja, ik moet even mijn haar nog doen. Want dat ziet er... Op zich kan het wel zo. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het zo erg wennen met deze vlogcamera. Ik ben het echt niet gewend. Het ziet er echt zo anders uit en zo. Maar ja, volgens mij is het wel echt super mooi beeld. Dus dat is super chill. Het is nu 7:30 en ik kook ook eindelijk op mijn telefoon als ik vlog. Maar het is in ieder geval 7:30... En ik moet over een half uur weg. Dat is helemaal even foto van mij. Die heb ik per ongeluk gemaakt. Oké, ik ga me eventjes... ik ga even die kruisjes inpakken. En spullen pakken, want ik slaap niet thuis. Want ze zijn dus bezig met verhuizen. En morgen wil ik gewoon lekker rustig uitslapen. En niet tot het hele huis aan het verhuizen is. Dus slaap ik bij Isabel. Kut. Oké, dit is echt heel kut. Ik moet even snel nog iets filmen. Ja, dat ga ik nu gewoon doen. Oké. Ja, ik ga niks meer met mijn haar doen. Ik heb veel te veel tijd verloren met dit stukje filmen. Ik heb een mooie ketting om. Jullie hebben het gezien in het begin van de video. Pretty. Maar ik moet nu echt gaan. Terwijl ik helemaal zo honger heb. Met mij, Bo. Met mij. En Bo nou, heeft allemaal lekkere dingen gemaakt. Deze cadeautjes. En we hebben hier alle cadeautjes. Voor? Oh, wie heeft het allemaal zo mooi ingepakt? Isabel zeker, en Bart. Oh, jij? Ja. En dit? Ik. Maar het lijkt net of ik heel weinig heb nu of zo. Ik heb voor jullie ook. Maakt het niet uit, je hebt toch allemaal een 20 euro, misschien ja. Iets daarboven. Ik zit er iets en we hebben lekker carpaccio. Ja, ik heb ook iets erboven, ik maar. Ik heb ook wel een en Bo ja, is Bo, lekker aan het koken. Dat is echt oh, dit is wel niet vies als je dat wil. En dan hebben we lekker nachos. En een pastaatje. En een pasta. Dit is de pasta. Zeg je? Dit wordt de pasta. Kijk, ja. Het is gewoon touchscreen, hè? Echt? Ja. Leuk. Kan je zo wat je even verlicht? Ja, moet even zo doen. Oh ja. Ja, dit wordt de pasta. Ja, ik vond het helemaal goed. Helemaal leuk. Ja. Maar kijk, hoe chill. Ik kan gewoon zo. Oh, nou, nu is het te donker. Oh, zo, je ziet alles wel goed, zeg. Ja. Ik ben helemaal blij mee. Ja, ik heb echt mijn make-up heel snel gedaan. Ja, ik niet. Ja, maar waar moet ik zitten, Bo? Maakt niet uit. Kom maar aan de kop. Oh, we worden weer verwend. Dit is toch goals? Ja, dit is echt goals. Met die cadeautjes. Het is echt heel leuk. Dit is zo lekker. Hij filmt niet. Je moet nog allemaal haar doen. Ik ook. Ik ook wel een beetje. Ja. Maar het maakt niet uit, want we hebben nog altijd tijd voor toch? Ja. We zijn bezig en we hebben echt zo leuke dingen. We hadden net lekker pasta. Eten bij de haar. Zie ik mij? Oké, ik ga even mijn cadeautjes laten zien. Eerst van de Hunkemuller heb ik een string. Hij moet gewoon dus nog hoger. Ja, maar boeien. Ja. Heel mooi. Hij valt naar beneden. Dit ga je wel nog gooien. Ja.
Maar laat, is het goed als ik even hier laat staan? Allemaal cadeautjes? Ja, tuurlijk. Kijk eens hoe mooi. Super pretty. Nou, dat was het. Oké, dan. Ja. Dit tasje, dus heb ik echt, had ik echt nodig. Want ik heb nooit zo'n tasje om mijn pasjes in te doen. Je vroeg er ineens om. Nee, maar Sinterklaas is het gewoon. Ja, Sinterklaas is het gewoon. Ja. Deze, super leuk. Ik wil eerst natuurlijk, toen jij zei ik wil een oud draadje. En dacht ik van, zou je hem nog geven? Maar ik dacht ja, oh, ja. Je hebt nou mijn draadje. Nee, ja, wil je die nog? Nee. Als ik een eigen auto zou hebben straks, dan. Dan, ja. Dan deze superleuke oorbellen. Deze zijn van Isabelle de webshop, La Bella. Een linkje wel even in de beschrijving zetten. Dat zijn echt superleuk. Dan heb ik deze, dat ik op mijn verlanglijstje staan. De Hoola bronzer. Ja, maar dit is echt geweldig. Ja, dit wilde ik echt. Ik wist dat hij zo klein was, hoor. Kijk, dat is altijd super chill om te hebben. Kijk, poeder, volumepoeder en... Oh, die ga ik meteen gebruiken zo. Ja, ik ga het ook mee. En deze Healing Protection Spray. Nou, dat komt altijd goed van pas. Deze Beauty Blender. Die had ik ook op mijn verlanglijstje staan, want... Dit was de situatie van mijn Beauty Blender. Die gaat Bro nu gebruiken. Yeah. Yes! Oh, en hier zat dat tasje in. Want hier zat de oorbellen even gepakt van La Bella. Heel leuk, in zo'n doosje. Dag, van Sarah. Heel leuk. Kijk, matching met mijn shirt. Oh, dat is en matching met mijn oorbellen, maar niet eens. Top. Heb ik deze hele mooie kaars gekregen van Bo. Ah, super leuk. Een heel leuk shirt. Maar dat merk, dat poppetje is ook van... Een soort stickers van cute... Ja, geen idee. Dit is gewoon een fucking leeuw. Dit is geen sticker. Ja, maar is hoe leuk. Gewoon een leeuw. Heel leuk shirt. Ze bedoelt dit. Hetzelfde. En dan dit. Ze zitten precies hetzelfde. Ja, maar elke leeuw zit zo. Nou, alleen een andere hoofd. Ik heb dorst. Ja. Nou, we zijn aan het indrinken, maar wij kunnen niet indrinken. Want... We kunnen wel indrinken, maar... Nee. Oké, zal het bijschenken? Komt-ie, de zwaarder. We gaan dit wel te kitten. Ja, maar dit is helemaal te inkomen. Oh. We gang on. Mwah. Bezus. Hey joh, dit is, dit is Max. We waren op vakantie in Mallorca van de zomer en ja, dit was Max, dit was... Ja, Max ligt lekker zaterdagavond in zijn bed. Ja. Ja. Ja, zeker. Toen was ik elke keer dronken en zo en nu ben ik nuchter en dan gaat het niet. Oh. Dit komt echt op de vlog, hè? Dat vind je toch niet erg? Nee, ik vind het zeker niet erg. Oké, mooi. Dan word je populair. Oh, ik wil ook zo iemand. Echt, de vriend van Isabel is echt de beste ever. Dylan, als je dit kijkt. We love you. We love you. Oké, maar in ieder geval, we zitten nu in de bus, zijn we weg. Ja, klopt. En we zijn echt fucking mogol. Volgens mij, als mensen ons hier nu in de bus zien, denken ze echt, wat de fuck is dit? Waarom ben ik zo lelijk met jullie? Nou, ik ben echt fucking lelijk. Oké, we zitten nu in de bus. In een andere bus. Mag ik dit? Bo kan Engels. Hi, Samantha. Hi, Samantha. Hi, I'm now in the bus. And we're going to supper club. Yes, that's not we going have a party there. We fucking brunch. Not now, but so. Thank you.
Knallen. Sarah van Woer, Sinneka Subs, next year. Gang, 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 gang. Subscribe, abonneer. Like voor een mukbang. Duimpje omhoog. Bij 100k abonnees geven wij een gratis ballon weg. Doei. We hebben de bus gemist. Ja, maar dat was toch. Oké, we zitten nu in de bus. Hij heeft iemand gekost. Dat stinkt je eigenlijk. Dat is echt normaal. Ja, ja, kijk, wat fucking erg. Oké, okay, we zitten nu in de laatste bus. We zijn bijna thuis. En ik zie er niet uit gewoon. Oh. En Bowen is wel zijn overleden. Dat hoorde ik. Oh ja, hoorde je dat? Ja. Ik ben nog wel. Je ligt Isabel te slaan. Nee, ik kan ook wel overleven. We zijn nu thuis en we zijn lekker pasta aan het maken. Oh, ik ben echt niet scherp. We zijn thuis. Ik kan echt zo niet helder zien. Ja, maar ik heb echt de hik. We zijn lekker pastaatje aan het maken. Love it. Kijk even mijn ogen. Ik kan echt niet helder. Heb je een bril nodig? Nou, en op. Holy shit. Love food. Ja. We hebben net ook al andere pasta op. Ik kan hem niet even aan. Doe je ID, je fake ID. Je face ID bedoel ik. Fake ID. Dus nu. Het is kwart voor zeven. Echt niet best. Oké, jongens, ik zie er echt niet meer uit.
Maar dit is vandaag zaterdag en morgen zondag. Dus het begint vlogmes. Ik ben echt hard tyfus nu, dus let er even op. Maar het is nu al zondag, hè? Het is al zondag eigenlijk. Het is 7 uur 's ochtends. Oké, maar we gaan slapen. Maar dit is eigenlijk het einde van deze weekvlog. Want morgen begin ik dus met vlogmes. Lekker met een kater. Lekker top weer. Maar ja, ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet een blij duimpje omhoog te geven. Op mij te abonneren. En een reactie achter te laten. Want ik ben echt super leuke mensen tegengekomen vandaag met uitgaan. Die zomaar mijn volgers kijken. En dat was echt leuk. Dus degene die ik ben tegengekomen, love jullie. Was super leuk. En ongevreden. Oké, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de vlogmas.